Ja, dit is het dan. De toekomst. Ja, ik weet het. Het wordt misschien even wennen, maar we moeten gaan bepalen of deze, dit apparaat, de badge AMG waardig is. Dat is namelijk de eerste elektrische AMG die ook daadwerkelijk kan kopen en zo. Is welkom aan boord van de Mercedes AMG EQE 43. Wat wel weer een beetje jammer is, of ruimte laat voor nog een keer een EQE rijden. Er is namelijk ook een 53, ook nog met een boost functie en heeft hij nog meer pk en zo. Maar goed, we gaan hem even fileren. Kijk, die normale EQE, dacht ik, ja, het is geen slechte auto, maar wild enthousiast. Nee, daar word ik dan ook weer niet van. Maar dit is dus de AMG. En ja, normaal, hè, van een E200 naar een E63 AMG S, ja, dan worden we enthousiast ervan. Dus het zou hiermee ook moeten gebeuren. Even de technologie, zeg maar, qua elektrisch en zo, vierwielaandrijving. Hij kan ondersturen, maar hij kan ook een beetje oversturen. Maar dan hebben we straks wel even over rij-eigenschappen en zo. 90 kilowattuur groot accupakket, ietsje, 90,6 geloof ik is het officieel. Kan snel laden. Het is gewoon een, het is niet eens een 400 volt, maar geloof ik 320 volt accusysteem. Tot 170 kilowatt snel laden, nou, dat is op zich prima. Gewoon drie fasen, 11 kilowatt of 22 kilowatt thuisladen, een normale lader. En ja, wat je natuurlijk ook wil weten, heeft hij een beetje range? Ja, dat heeft hij, tot 533 kilometer. Nou, dat hangt zich een beetje van de bandenconfiguratie af. Hoe breder je banden, hoe minder ver je komt over het algemeen. Het ziet er in ieder geval iets flitser uit dan die koelkast van de vorige keer. Tadaa! Nou, ik moet zeggen, hij kwam aanrijden bij Mercedes-Benz Nederland. Eigenlijk is dat, doen ze dat bij een dealer tegenwoordig. Toen dacht ik, ja, dit is wel beter. Weet je, die EQE 350 Plus die we reden, dat was een beetje een witte koelkast. Daar had ik het gewoon niet mee. Nou is deze auto natuurlijk ook met een beetje AMG sausje. En zwart helpt ook. Ja, toch, weet je, het smoelt gewoon wel beter. Dan zie je dat die details dan uiteindelijk toch tellen. Andere wielen natuurlijk, gewoon een maatje groter, iets ruiger. Ik denk dat die ook misschien wel ietsje lager ligt, maar dat weet ik eigenlijk nu op dit moment even niet zeker. Maar ook gewoon wat details anders. De voorkant, de grill, wat natuurlijk geen grill is. Ja, dit zijn een soort chrome opplak dingen uiteindelijk. En een AMG-logotje, moet ik er ook even bij zeggen. Maar het werkt wel. Het breekt het allemaal wel een beetje. Hij heeft die air scarves, dus een iets andere, zeg maar, voorbumper. Is allemaal wat agressiever gemaakt. Standaard AMG Digital Light met een speciale welkomstsequence. Die vooral goed werkt in het donker. Dus ik zal even de zon uitzetten. Dat doet het niet. Het is echt een probleem met global warming. Hè? Dat je gewoon niet even die zon uit kan zetten. Dat is echt zonde. Dus dat kunnen we nu niet laten zien. Dat is jammer. Ja, de zijkant is redelijk standaard. Nou, behalve natuurlijk de AMG instaplijsten. Die zie je alleen als je instapt. Dat is namelijk vaker het geval met de AMG instaplijsten. Ja, het smolt gewoon beter. Ook het spoiletje achterop. Het is net. De EQE is een beetje, zeg maar, zo'n gesmolten zeep. Weet je, als je heel lang dezelfde handzeep gebruikt, dan krijg je zo'n mooie gladde vorm. Ik denk er altijd van hoeveel bacteriën zitten er op die zeep? Hoe lang moet je daaraan poetsen? Dan kun je misschien in de comments iets over zeggen. Daar zijn vast studies naar gedaan. Maar weet je, dat is net even gebroken door dit kleine spoilertje. Wat op zich, als je goed kijkt, niet eens zo heel klein is. Maar het maakt het af. Dan de achterkant natuurlijk AMG EQE 43. Andere achterbumper met diffuser. Lekkere, dikke sloffen eronder. 2,95. Oké. Okay. Ik vind hem qua uiterlijk sowieso echt wel geslaagd. Dus ja, dit is qua uiterlijk, wat mij betreft, echt een AMG. Dan moeten we natuurlijk hebben over prestaties en geluid en zo en andere dingen, beleving. En ik zet hem even in Sport Plus en dan krijg ik AMG geluid erbij. En als je een beetje gas geeft, dan hoor je wat meer herrie. En als je geen gas geeft, dan geeft hij eigenlijk geen herrie. Maar als ik doe vol gas, geef
je dit goed hoort. Dan denk je van, maar het is een, ja, het geeft wel een soort enthousiasme weer. Dat je denkt, oh, hij wil wat. Onderstel wordt ook wel wat stugger. Maar het gaat er eigenlijk ook om, gaat het een beetje hard? En de grap daarbij is, ja, EQE 43 AMG, 467 pk. En ik moet even spieken naar de newtonmeters, 868 even uit mijn hoofd. En de EQE 53, komt er 150 pk bij en gaat hij naar 1000 newtonmeter. Dus dat is echt wel, echt een hoop. En dan is er nog een boost pakket. Dan mag je weer nog wat in de race functie. Heeft hij dan nog weer wat extra pk. Dat is altijd een beetje flauw van, joh, geef mij dat gewoon altijd maar. Maar goed, we rijden nu in de EQE 43 AMG. Dus ik wil die verder behandelen. 467 pk. Nee, 76 moet ik even goed zeggen. Maar dit is gewoon rap. 0 naar 100, 4,2 seconden. Topsnelheid. Ja, dat is niet al te ruig. 210 km per uur. Een stuk waar EV's niet zo goed in zijn. Hè? Lange afstanden, hoge snelheden. Ja, kies dan maar gewoon een E300 CDI of 350 CDI. Ik weet niet eens meer wat ze hebben, want hey, diesels kopen we allemaal niet meer. Maar die doen dat natuurlijk gewoon veel beter. En dan heb je echt range. Ondanks dat de range van dit apparaat eigenlijk best wel goed is. En de grap is echt enthousiast over het uiterlijk aan het rijden. Ja, het is snel genoeg. Zeg maar snel genoeg om jezelf een beetje misselijk te maken af en toe als je even vol gas gaat. En het stuurt eigenlijk best wel prima. Ja, het is een echte vierwielaandrijver. Dus nou ja, hij zal ook wel zeggen, gooit iets te veel power naar voren. En af en toe duwt hij iets te veel over die voorwielen weer. Maar je merkt dat in de basis de mannen van AMG eraan hebben gezeten. Dat er best veel power naar achteren gaat. Dus dat hij ook wel met ESP in de sportstand en alles in de... die AMG draaischijf die op mijn stuur zit, ook in de Sport of Sport Plus, gooit je veel power naar achter en wil die auto echt wel een stapje opzij zitten. Dat is gewoon lekker. Weet je, waarom is dat lekker? Omdat je dat de mogelijkheid geeft om, zeg maar, een bocht uit te accelereren. Dat hij eigenlijk ook een beetje op het gas stuurt. Dat hij de auto die koers net even wat krapper maakt. En niet dat je er maar alleen maar moet wachten. En dan, nou, als die helemaal recht staat, nou, dan kunnen we vol op het gas. Dus uiterlijk, nou, AMG. Prestaties. Ja, het is een 43. Er is dus ook nog die 53. En die gaat in. Nou, ja. Stuk sneller weer naar de 100. Topsnelheid daarvan overigens ook geen 250, maar 220 of 240. Afhankelijk van de versie die je kiest. Geluid. Ja. Het is geen V8, hè. Zelfs geen V6. Hè? Zelfs geen 4-cilinder. Dus ja, we moeten het doen met wat synthetisch gemanipuleerd geluid. Wat wel geinig is in de auto, maar daarbuiten, nou, weet je, als jouw sport is om een beetje te reffen op de Meent in Rotterdam of ergens in Amsterdam, zijn er vast ook plekken waar mensen dat doen. Ja, dat gaat gewoon niet zo leuk worden met een elektrische auto. Wat wel leuk is, als je gewoon 100 rijdt en geeft even vol gas, echt stampt er meteen vandoor. Remmen ook gewoon goed, weet je. Het is allemaal gewoon wel kloppen. Het onderstel is ook gewoon lekker. Merk dat hij gewoon echt goed werkt. Er zijn ook kleppen, zeg maar, in de schokdempers voor zowel de ingaande als de uitgaande slag om dat te kunnen regelen. En merk dat hij gewoon wel goed is. Niet te hard, maar ook niet te soft. Dat je denkt, nou ja, het is een of andere walvis die de bocht doorgaat. Hey, dit is echt gewoon wel een grappige auto, ja. En dan duwt hij toch gewoon lekker, zeg maar, die achterkant, het asfalt in. En qua rijden en qua gevoel, ja, het is dan toch gewoon wel AMG. Maar niet met die V8. Snap je dat ik ergens maak dit kortsluiting in mijn hoofd? Dat ik denk, ja, ik wil het misschien niet leuk vinden. Ik wil een E63S leuk voor vinden. Dat is die ook. Die is ook leuker. Die kan bijvoorbeeld ook echt driften. Deze EQE 43 AMG, trouwens overigens zou ik op eigen even dan ESP in sportstand zetten. Dan zijn we even uitgegaan, nou, dan pakken we even een bochtje. Nou, je hoeft niet echt tegen te sturen, maar af en toe, als je niet tegenstuurt, dan ga je wel de sloot in vliegen.
als je je niet helemaal weet te gedragen. En dat is toch leuk dat zo'n auto je ook een beetje meeneemt. Je iets gevorderder moet zijn als je de systemen in de ruigste stand zet. En dan is er één groot voordeel in Nederland voor het nieuw aanschaffen van een AMG. En is dit zeker niet de duurste AMG die je kan kopen in Nederland. Absoluut niet. De vanafprijs 107.680 euro. Nou, dit exemplaar zit er maar drie opties op. Dus die is 111.080 euro en een dubbeltje. Dus dat valt eigenlijk wel heel erg mee. Moet ik wel zeggen, ik zette de cruise control aan toen ik hem ophaalde. En toen reed ik bijna bij iemand achterin. Omdat ik er blind van uitging dat hij wel adaptieve cruise control had. Dat is blijkbaar een optie. Zat er dus niet op. Zit er niet op. En je kunt natuurlijk nog helemaal losgaan op de optielijst. Maar achterwielbesturing heeft hij. Het grote scherm hier heeft hij. Dan kan je nog naar dat hyperscreen gaan wat nog groter is. Maar als je dit hebt en je weet niet beter, is dit echt wel heel erg mooi. Alcantara-achtige afwerking met rode stiksels, elektrisch bedienbare stoelen. Nou ja, een schermpje natuurlijk voor mijn neus. Panoramadak, dat is dan wel een optie geloof ik. Maar er zit echt al veel op en aan. Dus eigenlijk zeg maar voor deze 111.000 euro heb je nu een auto van ik denk, eigenlijk alleen adaptieve cruise control erbij, dan was die wel af geweest. En dat is wel echt een contrast met die EQE 350, waarvan ik dacht, dit is echt een lekkere auto. Dus ja, missie geslaagd. Het is in zekere zin een echte AMG. Qua prestaties denk ik, qua looks, qua gevoel wat hij geeft, qua rijden. Alleen dat motorgeluid, dat hoor niet. Misschien kunnen we een klein stukje van de V8 laten horen. Het is ook wel een keer verfrissend om een keer een AMG te rijden waarin niet de V8 zit. Toch? Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En vergeet je niet te abonneren, notificaties aan te zetten, commentaar achter te laten en dat soort zaken.